En dat ik dan niet snap dat je die waardering meer krijgt. Terwijl je ziet dat ik om 8 uur 's ochtends van huis weg ga. Je ziet dat ik om 12 uur, 1 uur 's nachts weer terugkom. Maar dan kan je niet van mij gaan verwachten dat ik gelijk jou die waardering ga laten zien. Terwijl ik in die tussentijd gewoon met de tering werk. Niet alleen voor mij, ook voor jou. En dan daarnaast nog Romeo moet gaan spelen. Je hebt dat wel gezegd, hoor. Dat is ook niet leuk voor mij. Wat is niet leuk voor jou? Dat ik even jouw aandacht vergeet als ik elke dag 16 uur moet werken... en al lang blij ben dat ik nog op mijn benen sta en 6 uurtjes slaap krijg? Iemand anders zou misschien na een paar maanden al denken van nou... Het is vooral dat hij zegt, ja, de stress. Er zijn meer mensen die een bedrijf hebben die nu misschien, weet ik veel, zelfs failliet zijn of zo. En die hebben ook gewoon nog steeds een relatie. Wat ik al zo vaak heb gezegd, voor Temptation had ik begrepen. Na Temptation zal ik nooit begrijpen. Okay. Een nieuw seizoen Eating with My Ex Going Dutch. Alleen te zien op Discovery+.